Je hebt wel een lef om een vrachtwagen te stelen. Nou. Hoe krijgen we die ooit aan de kant? Spijkermatten. Aha. Zal ik proberen op zijn banden te tasten of niet? Jullie 10-02, verdachte komt tot stilstand. Zet hem in zijn achteruit over. Probeert poging tot rammen. Rijdt weer verder richting Polido B over. Er zal vanuit de polio geschoten worden op voertuigen. Ze niet meerdere man een agent heeft neer te rijden. Toeran, de Unmark Polo, die gaat zo banden schieten. Hou afstand. Vernomen over. Vanuit het dienstvoertuig. Dus Polo komt je inhalen, Polo komt je inhalen. Welke zijde over? Voertuig draait om over. Langs het politiebureau in Palido. Ik heb 3 banden lekker geschoten. Motorkap is nu volgend doel, zodat het voertuig geen tijd meer heeft om te rijden. Oké, er rijdt nog een tweede voertuig volgens mij hier rechts. Voertuig stopt. Staan blijven! Ja, jongen, nee. Handen omhoog! Aangehouden wegens roekeloos rijgedrag, poging doodslag politie. Je hebt meerdere burgers omvergereden. Er zijn ook meerdere slachtoffers gevallen door jouw rijgedrag. Dat is de reden om jou te schieten, aangezien jij zijn rijdt en meerdere burgers als slachtoffer heeft genomen. Ga er alsjeblieft niet over zeiken. Dat vind ik het best. Je bent niet antwoord en verplicht op recht van advocaat, heb je dat gehoord? Hier de 10-14 voor OC, wij gaan even bij de ex die plantage een kijkje nemen over. Ja, 10-14, dat is ontvangen. Jullie gaan de actie plantage controleren. Succes en let op je eigen veiligheid. Doen we, dankjewel.
Ik deed niks. Weg, 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 weg. Ja, zijn er mensen aangetroffen? Ja, we zien twee busjes. Oké, meld het even door aan de OC. Ik ga even vervoer toch even verslaan. Jullie 10-14 voor OC, we zien twee verdachte busjes bij de Extra Plantage over. Hier OC voor de 10-14, ja, dat is ontvangen. Welke beschikbare eenheden kunnen aansluiten bij deze oproep? Over. De 10-11. Het betreft hier een two-tone busje, groen-zwart. Groen van boven, zwart van onder, over. Ja, dat zijn vermoedelijk zware criminelen. Die hebben we al eerder vandaag zijn we die tegengekomen met een grote hoeveelheid drugs. Ik wil graag dat de 10-11 aansluit en de 10-21, die komt ook die kant op. Ik zal mezelf opstellen bij de grensovergang aan de westkant van het eiland. Mocht ze richting de stad gaan vluchten en een achtervolging zijn, dan leg ik de hele grens vol met spijkstrips. Uit. Update, er meldt zich een kleine, nog een bus, een A-team busje-achtig, zwart met rode striping op de zijkant, over. Ja, dat is ontvangen. Hou maar even afstand en kijk het even uit. Pas handelen als de 10-11 ook te plaats is. Ontvangen, over. Zijn jullie gewapend? Belangrijke vraag. De 10-14 wel, over. De 10-11 heeft een taser. Oké. Is de 10-09 of de 10-15 ook nog beschikbaar? 10-09 is beschikbaar. Oké, dat is ontvangen. 10-9. Twee busjes zijn aanrijdend richting Palito Bay, over. Richting Palito Bay. En dan de snelweg richting de legerbasis? Nog onbekend. Ze rijden nu richting Palito Bay vanaf de Ecstasy Plantage, over. Oké, dat is ontvangen. Ik ben onderweg. De 10-11 die gaat tegen de richting 1. Dus als het goed is komen we jullie zo tegen. Psst. Ja, dat is begrepen. 10-09 aanrijdend extra plantage. Busjes rijden in Palito richting de wietplantage via de snelweg over. Ze rijden tegengestelde richting. Moet de 10-09 bij de grens staan. Rijden voorbij de benzinepomp in Palito Bay richting de wietplantage over de snelweg over. Ja, dat is ontvangen. Ik ga de grens afzetten. Ik ga ook even iedereen koppelen naar calamiteit. Botsing, botsing met een van de busjes over. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. You were moved. Achtervolging. Richting de tunnel. Okay, verlaten bij Palito Bay. Kan er een locatie? Is ontvangen. De toeran die voor me rijdt, wij gaan gelijk naar de grens. Ja, dat is even nodig. Wat moet de 10-09 doen? Die is nog dichterbij trouwens. Probeer aan te sluiten bij de achtervolging. De 10-11 is geramd. Oké, 10-11 geramd. Ze zijn dus in alles in staat, jongens. Let op. Dan kan iedereen even weg uit Vegas. De 10-11 is geramd door zo die 18 busje. Alweer. Ontvangen. Wij gaan richting de grens. Wat is een locatie momenteel, ter hoogte van waar? Wij rijden over 5 seconden de tunnel in, uitgaande van Palito Bay, over. Oké, dat is ontvangen. Ik denk dat wij te laat gaan zijn bij de grens. Ik ben al bij de grens. Wij rijden nu in de tunnel. Oké, spikestrippen die al. Ik spikestrippen ze nu. Rijden nu de tunnel uit. Nog steeds op de snelweg richting de stad, over. Ja, ik gooi nu spike strips. Bij? Wat? Ja, ook rode hekjes neerzetten. En de spike strips pas na de. Hoe is dat? Na de grensovergang, niet op de grensovergang. De snelheid er al uit is. En let op, bij de grensovergang kan je niet schieten. Alleen er 10 meter na en de 10 meter voor. Hou er rekening mee. Dat is vernomen. Okay, spijkermatten geplaatst. Ik zet naar de andere kant van de weg als ze daar komen. Wow. Wij komen richting de grens. Verdachte ja, blijft rechtdoor rijden over. De hekjes worden te laat. Hekjes heb ik geen tijd. Ik word achtervolgd door een busje over. Oké.
spijkermatten zijn geplaatst, maar ik ben te laat voor de hekjes. We worden ingehaald, het tweede busje rijdt nu ook voorop. Komen twee bussen aan richting de... Collega's, let op de spijkermatten. Pas op, tweede busjes komen er allebei aan. Oké, waar kunnen zij er langs, 1009? Niet. Politieauto. Politieauto's moet... Oké, dan moet je snel die spijkerstrips weghalen. Ik haal ze gelijk weg. Oké, eentje gespijkt. Eentje gespijkt. Ja, nog kom eens aan, één. Een... Nee, ze trappen op de rem over. Ze rijden naar boven. Ik zie een collega rijden, maar waar is die auto dan? Ja, okay. Eentje geraakt. Eén busje is geraakt over. Drie zijn geraakt. Er zijn er waren zijn ze omhoog? Ja, ze zijn omhoog. Eentje staat hier. Eentje staat hier vast, collega. Ja, ik zie hier een busje rijden. Oké, één busje is offload. Politie, staan blijven! Een busje hier, oké. Collega boeien. Hup, boeien. Collega boeien. Staan blijven, wordt geweld gebruikt! Heeft die wapen neer. Neem hem maar mee naar de vluchtstrook. Houd hem maar mee naar de vluchtstrook, dus dan zijn we veilig. Collega, kunt hem meenemen. Kijk, er gaat één zwart. Er gaat één zwart busje weer terug naar de grens. Er zit niemand in die auto. Oh, hij is al uit. Waar zit die auto? Ja, jongens, ik ben nog steeds in de gevangenis, dus ik heb geen wapens. Oh. Er zit nog één man bij mij in het busje. Volg jij hem of wat? Is er nog een politieagent nog bij de grens? Positief. Jongens, ik heb hier hulp nodig. Leg spijkermatten neer, richting politiebus. Ik zit erachter, waar ben je? Ja, hier zit nog iemand in. Die andere man is gaan lopen. Locatie waar de persoon is daar gaan lopen? Okay, bij de satellietschotels. Oké, daar dan. Goedendag meneer, ik ben bij deze aangehouden. Ja, ik heb dus gewoon geen vuurwapens. U hebt het recht op een advocaat, alles wat u nu zegt kan tegen u worden gebruikt. Dat kan niet, ga ze gelijk weer weg. Oké. Oké, verdachte keert weer terug met richting de grens. Maar ik vraag wat de eerste instantie was en u mij aan de kant wil zetten. Of alleszins mijn vriend. Ja, u wordt verdacht voor het handelen in drugs. U bent gespot bij een drugslocatie, hoor. Nou ja, hij is bij de grens bij waar ik net versterking aanvroeg over. 400 ecstasy, jongens. 400 ecstasy. Ja, de bestuurder die is gaan rennen bij de satellietschotels. Handen omhoog! Ik zou weggetp'd worden als ik uit de gevangenis ga natuurlijk. Nee, dat gebeurt niet. U mag zich ik heb omdraaien. Mijn handen omhoog! U mag zich omdraaien richting de bus, over. Moet de agent niet terugpraten, dat is wel handig. Beter verreed. Niet schieten! Er zijn tasers op u gericht, bij elke verdachte beweging wordt geschoten, is dat begrepen? Dat is heel duidelijk! Collega, u mag hem boeien. Yo! Oké, beide verdachten zijn aangehouden bij de grenspost, over. Oké, één verdachte is er vandoor te voet in de buurt van de gevangenis. Ik heb één verdachte in mijn auto zitten. Ja, echt. Niemand gaat hem ooit meer de gevangenis insturen. Sorry. Ik had gewoon geen wapens, niks. Ja, op deze toe dan. Hoeveel verdachten heb je aangehouden? Wij hebben twee verdachten aangehouden. Dit zijn de personen die mij hadden neergeslaan bij de ecstasy farm. 1009 had ook nog één persoon aangehouden. Positief. Dit waren de personen die dus één persoon ontsnapt te voet. Ik heb ook één persoon in mijn auto zitten. Oké, er staat nog één die 18 busje nog op de brug bij de snelweg, over. Ja, die heb ik aangehouden. Ja, je moet allemaal de bussen controleren, want in één busje heb ik al 400 gevonden. Je wilt niet weten wat in de rest dan zit, hè? Ik ga het busje boven de brug gaan controleren. Kan iemand even de ELS gestart doen? Roger. Er zit nog een persoon in de taxi.
Ja, in het eerste busje treffen wij maar liefst 400 extra Cipillanen. Die moet je allemaal weg deleten. Ja, in deze zit ook nog 400 extra C. Dus het brugje op de auto op de brug is het ook 400 ecstasy in. Oké, zometeen moet al die ecstasy ook verwijderd worden. Wees nou eens vriendelijk tegen die NPC's. Nee. Ja, in beide voertuigen inderdaad 400 ecstasy, in totaal van 800 ecstasy pillen hoor. Zo, dat is een heleboel. Mooie vangst. Lekker heren.